Roy Talma. Dat ben ik. Op de avond voor ik aan een nieuwe film zou beginnen, had ik een vreemde droom. Ik rende door een weiland. Op een dijk probeerde ik een auto aan te houden. Een man stapte uit en sloeg een deken om me heen. Samen met hem ging ik terug naar de plek waar ik vandaan was gevlucht. Daar ging ik zitten. Hoeveel dagen zitten we in de week? Wat is je naam? Toen vroeg hij me naar de dag van mijn geboorte. Welke dag ben je geboren? 20 november. Wie noemt een ander nou Sisyphus? Dat is toch de goden verzoeken. Die arme jongen moest voor straf tot in de eeuwigheid de rotsblokkenberg op zien te krijgen, zonder er ooit in te slagen. De goden hadden bedacht dat er geen vreselijke straf denkbaar was dan je leven lang zinloze dingen te moeten doen. Sisyphus koestert een diepe haat tegen de dood en een onverzadigbare liefde voor vrouwen. Hij versiert de prachtige, veel jongere Aegina, niet tot genoegen van Zeus, haar jaloerse vader, die haar als zijn bezit beschouwt en een huurmoordenares op hem afstuurt. Thanatos, de dood.
Daarover zou ik, na 7 jaar New York, een nieuwe film gaan maken. Over de zinloze mens tegen de achtergrond van de stad waar ik mijn jeugd doorbracht. Terwijl ik dat dacht, keek ik naar de mensen om mij heen, die voor de aftrap van mijn film aan het feesten waren, en drong het tot me door dat ik bezig was mijn eigen slotakkoord te bedenken. Waar kijk je naar? Is Zelda niet meegekomen? Moest dat? Wat werd het ook alweer, je nieuwe project? Is er de laatste tijd iets gebeurd? Iets wat je opviel? Iets wat je weet te herinneren? Iets in je hoofd. Ben je flauw gevallen? Beelden? Dromen? Iets dat je weet te herinneren? Is dat mijn hoofd? Ik heb klote nieuws, boy. Echt. Echt klote. Het zit niet goed. Er is een nieuwe behandelmethode. Ik zorg dat je bovenaan de lijst komt te staan. Oké. Oké, dank. Spreken we over kort? Of lang? Hoe lang bijvoorbeeld voor alles ermee ophoudt? Ik hoop hardgrondig dat ik het mis heb, maar ik schat een maand of 9. Nee. Negen maand. Dat is in feite een omgekeerde zwangerschap. Probeer gewoon alles nog uit het leven te halen. Maak een hartstochtelijke reis naar dat einde. Ik ga je niks beloven. Ik heb mijn standpunt. Ik ben tegen de dood. Ik ben er tegen. Papa? Heel gek. Ik heb vannacht gedroomd dat je dood was. Bedankt, jongen. We waren terug in New York. Je was op zoek naar iets. Je raakte verdwaald. Midden op straat hield de weg plotseling op. Je had te laat door en viel naar beneden. De zijkanaal van de Hudson in. Is er een zijkanaal van de Hudson in New York? Volgens mij niet. We hebben er 5 jaar gewoond. En volgens mij niet. Mijn droom wel. Oké, goed. Zijkanaal. En toen? Niks. Je donderde gewoon naar beneden. Zal ik iets grappigs vertellen? Ik droomde ook dat ik dood was. Echt? Ja? Te gek. Mag ik zeker niet spijbelen vandaag? Ik ben al te laat.
Voor mij wel. Zijn jullie gek geworden? Tuurlijk niet, je gaat gewoon naar school. Volgens mij ben ik jouw zoon, mama. Volgens mij heb je mij gevonden op straat en ben ik geadopteerd. Wat ga je doen op school? Niks, allemaal zinloze dingen. Zeer goed, kom hier. Ik hou van je. Wat doet de pistool hier? Geen idee. Kom op. Het kan toch niet vanzelf zijn komen te liggen? Nee, maar Tsjechov zei dat als er in een stuk een pistool voorkomt, het vroeg of laat zal moeten gebruikt worden. Ik mag natuurlijk niet vragen, maar krijg ik nog een script? Het enige wat ik weet is dat je moet zingen. Een vrouw die sterft aan te veel herinnering. Lijkt je dat wat? Het zijn witte vellen. Ben ik die vrouw? Vertegenwoordig ik de waanzin? Wat is er met ons gebeurd, Boy Talma? Wat er met iedereen gebeurt? Weet je, misschien moet je gewoon een tijdje weggaan. We zijn voor jou teruggekomen uit New York. Ik had het daar prima naar mijn zin, maar ik vind het belangrijk dat jij gelukkig bent. Iemand moet het tegen je zeggen. Jouw werk is een vrijbrief om onuitstaanbaar te zijn. Je zoon, die droomt dat je dood bent, dat zegt toch iets? Ik heb vaak gehuild. Nu is het jouw beurt. Jij gehuild. Laat me niet lachen. Kom maar, zeg maar. Je mag alles zeggen. Alles. Je linkermondhoek die naar beneden trekt als je liegt. Je schoonmaakwoede. Je afkeer voor onpraktische seks. Die eeuwige broers van je. Je verliefdheid op onze eigen zoon. Je ochtendhumeur. Dat geheimzinnige zwijgen waarvan je zelf niet eens de oorsprong kent. Je afkeer voor rode wijn en koffie. Die eeuwige zalige lach. Je misplaatste hartelijkheid tegen onaardige mensen. Maar verder hou ik van alles van je, lieve schat. Ik hou van je. Van je geprononceerde mond, je lichaam, de curve van je neus. Je generositeit, je onverwachte blik op de dingen. Je humor, je geur. Ik hou van je zoon en ik hou. Hou van je stem. Liefste, die de mooiste stem is van de hele wereld. Jij weeft een gouden draad door mijn bestaan. Zit er een kogel in? Hoeveel houden we van elkaar? Als je op dezelfde dag geboren bent, valt het niet te meten. Als we het overleven, blijven we bij elkaar. Doen?
Ja, dat ben ik. Ja. Ja. Oké. Ja, bedankt. Dank. Weet je, misschien moet je gewoon een tijdje in je werkruimte gaan zitten. Dat ruimt op. Laten we het gewoon houden op bedenktijd. Alexander Engel heeft een ongeluk gehad. Vanmorgen. Hij ligt op de intensive care. Alexander Engel. Met wie ik al 15 jaar werk. God weet waarom. Met zo'n feest. Afgesproken? Afgesproken. Tot morgen. En niet nu nog de stad in, hè? Probeer me door het script heen te worstelen. Alex. Wat? Vergeet het script. Heb je niet een rolletje als stervende man voor me? Dichterbij ga je de dood niet krijgen. Ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Kom hier. Kom hier. Straks mooi zien. Zij gaat straks mooi zingen. Maar we gaan nu niet voor me zingen. Je moet een gelukkige dood toewensen. Huh? Moet je wat? Ja, een goed dood toewensen. Kom op, Alex. Kom, kom. Doe niet zo stom. Zeg het gewoon. Ik wens je een goede dood toe. Dat is grappig. Een engel. Kan jij zien of het een mannetje of een vrouwtje is? Nee, ik kan het vanaf hier niet zien. Ah, weet niet even vragen.
Wist je dat als een engel twee keer de afstand op de aarde heeft afgelegd, dat hij ophoudt een engel te zijn? Ik denk nog steeds dat ik gestraft word voor mijn dubbele leven. Als ik aan Virginia denk, als ik aan die arme schat denk, schaam ik me zo diep. Ja, midden in de nacht is een idiote straat op om ergens zonder condooms aan een levensgevaarlijk triootje mee te doen. Ik heb godverdomme een darkrooms bezocht. Weet je hoe wanhopig je dan bent? Dat is zelden toe, ze is wanhopig. Homo's zien dat, als vrouwen wanhopig zijn. Dit is hem. 30 bij 30 meter. Ik neem aan dat wat een wit vel papier is voor een schrijver, een lege studio is voor een filmregisseur. Tegenwoordig hebben we het computerscherm. Met één druk op de knop kan je alles deleten. Volgens mij is het 10 jaar geleden dat u voor het laatste film maakte. Ik ben een liefhebber van uw werk, hoor, maar vrolijk was anders. Meneer Talma heeft 7 jaar in New York gewoond en dit keer gaat hij iets luchtigs maken. Een muziekfilm. Ja, het moet nog een geheim blijven, maar we gaan de stad hier nabouwen. Dat paard? Dat is van een vorige productie. Paard mag blijven. Paard blijven. Check, copy that. Het bordje exit is stuk, moet gerepareerd worden. Niks zo belangrijk als de uitgang. En u bent? Geldschieter? Producent, meneer, producent. Dat beeld? Dat is een Christusbeeld van een commercial. Mag bij het vuil, hoor. Beeld mag blijven. Beeld blijven. Check. Copy that. En wanneer gaan jullie beginnen? Volgende week. Volgende week? De productie neemt morgen contact met u op. Sorry, dat heb ik verstaan niet. Wat zegt u? Ja, we nemen morgen contact met u op. Even de akoestiek checken. Ik vind het niet erg om door te gaan, maar je moet niet met mijn oren klooien. Ik heb geen idee wat jij van plan bent. Als ik aan een film begin, weet ik niks. Als ik hem af heb, weet ik nog veel minder. Ja, dat zijn allemaal leuke one-liners voor je bewonderaarsboy Talma. Maar je bent 7 jaar het land uit geweest. We maken geen filmkunst meer. Waar is het script? Er is helemaal geen script. Ik zit al maanden te wachten op het script. Je laatste film mag dan een succes zijn geweest. Voor de jeugd is dat prehistorie. Die hebben geen trek in existentieel braaksel. Zinloosheid. Ik vind het best. Nou, ik heb mijn huiswerk gedaan. Hier. Sisyphus was een man met een geslepen ziel en begon de foute goden uit te dagen. Goden. Ken jij nog goden? De ziel. Nou, dat woord is uitgestorven, zelfs als je blinde darm. Geen mens weet nog wat het is. Weet je wat jouw probleem is? Jij bent niet klootzak genoeg om heel succesvol te zijn. Weet je wie dat is? Victor Statius. Draait hij verder op zijn nieuwe scenario. Maakt hij met 3 acteurs en 4 ton een film die kan halen. Hallo? Ja? Ja. Ik vind het zo erg van Alexander's ongeluk. Had u daarover een conflict met meneer Moritz? Conflicten zijn goed. Oh, ja. Conflicten zijn goed. Check. De naakte vrouwen in het koor, daar zijn vragen over. Moeten ze naakt of krijgen ze bodysuits? Wat doet dat meisje daar? Geen idee. Die loopt hier al heel de morgen rond. Oh, voor ik het vergeet, Pierre is er. Pierre, welke? Onze Pierre.
Hij wacht al een tijdje. Wachten is goed. Wachten is goed. Check. Heb je iets te drinken gekregen? Koffie? Mooi taal, maar ik zit hier omdat ik het heb beloofd. Niet omdat ik een script heb gezien. Ik heb nog helemaal niks gezien. Vertel eens iets over die film. Ja, dit zijn gewoon papier, letters, witte vellen. Kan je dansen? Sinds wanneer moet er in Sisyphus gedanst worden? Nee, jij mag zelf dat kussen. Zijn er niet zoveel. Wat heeft Jeroen Mos Bos met Sisyphus te maken? Wat heeft een dode Zelda in een bos met Sisyphus te maken? Wil je van je vrouw af of zo? De kunst, Pierre. En niets dan de kunst om uit de astmatische verstikking van de werkelijkheid te ontsnappen. En ik? Speel ik jou? U moet naar uw afspraak. Zal ik u laten brengen? Er staat een wagen klaar en het hek is open. Hé. Hey. Je gaat me hier toch niet zomaar laten staan? Hallo, ik heb nog niets toegezegd. Boy Talma, niets. Nul. Welcome, ladies and gentlemen. In this scene, we'll introduce our main characters. The insatiable and Epicurean Sisyphus, busy seducing the beautiful Aegina, and just as fearful to lose her. Aegina, however, is the daughter of the most dangerous man in town, also known as Zeus. Now that we're talking, we could also mention that Thanatos, Death, is seriously looking for our hero. Finally here, dear, you lay on my bed, and I'm laying near, dear, finally here. I wish we could stay eternally here, me on my bed, and you. Qu'est-ce que tu penses, chérie? Je pense dat jij mij vroeg of laat gaat verlaten. Oh. En hoe weet meneer dat? Wat moet er van mij als jij mij verlaat? Jezelf redden, dat moeten we allemaal. Bovendien heb jij altijd wel een legertje vrouwen ergens om je op te vangen. Vroeg of laat ga jij er met een of ander onbeduidend mannetje vandoor, gewoon maar om mij te straffen. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit heb gezegd dat mijn liefde voor jou eeuwig was. Liefde, jongen. Is een zwarte vlek op de muur. Liefde is een hypothetisch object in de ruimte. Godverdomme binnen. Als je het niet erg vindt, schatje, dan kom ik jou halen. Wauw. Dat is echt zijde. Ik durf te wedden dat jij dat ding niet om je eigen armen heen kunt krijgen. Niet? Let maar op. Zie je? In één keer. Wat zei ik je?
Blijft u stil liggen, meneer Talma. Open uw ogen. Ziet u iets? Ik zie niets, het is donker. Ik zie mezelf. Mijn vrouw. Het is zo mooi. Mijn vrouw, ik val. Van de dag. Ik kan u nooit genoeg bedanken. Nou, je kan iets voor me spelen. Ja, zeg nee, flikker op. Dat ding is helemaal ontstemd. Oké, dan niet. Wacht eens. You were here, dear. I wish you were here. You'd sit on my sofa, but I would sit near. I wish you were in my car, dear. I wish you were here. I'd sit next to you. Wanneer ben je geboren? 20 november. Je weet wat dit betekent, hè? Dat we vanaf nu voorgoed aan elkaar vastzitten. Levend of dood. Virginia. Ik heb veel over je gehoord. Ik ook over u, maar ik vertel niet wat. De mooiste geheimen zijn die je niet voor je kan houden. Was mijn vader goed in zijn werk? We werkten voor het eerst weer samen, sinds ik uit New York terug ben. Dat vroeg ik helemaal niet. Ik ben hals over kop uit Luxemburg gekomen. Was jij bij hem toen het gebeurde? Of was hij alleen? Ik voel me nog steeds schuldig dat ik samen met hem naar zijn auto ben gelopen. Gelooft u in wraak? Virginia. Waarom vraag je dat? Is het waar dat het lijk van je vijand vroeg of laat vanzelf voorbij komt drijven? De klootzakken die papa hebben vermoord zijn doorgereden. Virginia, alsjeblieft. Wat denkt u? Komt mijn vader in de hemel? Persoonlijk denk ik dat mensen de hemel alleen hebben bedacht. Omdat ze gewoon niet willen geloven dat ze straks alleen een afspraak met de wormen hebben. Jezus, kind, moeten die wijsheden uitgerekend nu? Mama loopt de weduwe uit te hangen. Maar ze waren al 7 jaar uit elkaar. Ik herinner me niet eens dat ze samen waren.
Waren jullie überhaupt al samen? Papa was homo en hij dronk. We hebben een indrukwekkende verzameling lege flessen achter zijn boekenkast gevonden. An eternal flame. Spring will turn into autumn, and hell becomes what once was awesome. My love, our play is a dangerous game. When my father finds out you're near to me, you're dear to me, and now you are finally here. Just kill us, there's no more to say. And spring will turn into autumn, and hell becomes what once was awesome. My love. If you touch Egina once more, I'll send you the woman in black. You know, my daughter is not a whore. So watch out, Sisyphus, or you'll end up like a rag. There's up, and there's down. Up is the boulder. You can push it up, or take it on your shoulder. If you take him away from me, I'll kill myself. Women in madness. And then I'll kiss him. So you have to kill both of us. No, baby, please don't kiss me. Just don't. Please. If you wanna play God, be my guest. Kill the blood of your blood, the flesh of your flesh. He and I, we share. Wie ben jij? Wat doe jij hier? Niet kwaad worden, ik weet het ook niet. Ik weet niet waarom ik hier ben en... Heb ik met jou geslapen? Hebben wij geneukt? Zeg alsjeblieft van niet. Het enige wat ik weet is dat wij in hetzelfde bed liggen. Oh, nee hè? Te veel bier gisteravond. Met mijn vee. Hé, wat doet dit spul hier? Is dit van jou? Nee, het is niet van mij. Het is niet van mij. En waar hebben wij elkaar dan ontmoet? Op het crewfeestje. Godverdomme, mijn eerste draaidag. Ik heb mijn tekst nog niet eens voor de helft.
En wat doe jij? Of u? Ik ben de runner. De boodschappenjongen. Ik ben niemand. En jij? Ja, wist ik dat maar. Ik vind het heel erg om te gaan. Nee. Ik heb echt een kutrolletje, maar ik moet even die 6 regels tekst leren. Dat is echt de story of my life. 6 regels tekst. Wat zijn die regels? Ben ik jouw zoveelste verovering, Sisyphus? Laat jij mij straks ook sterven van verdriet? Je speelt met de toorn van Zeus, jongen. Hij zou jou tot de dood veroordelen. Of nog erger, tot zinloosheid. Zinloosheid? Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? En hoe hebben deze twee elkaar ontmoet? Sisyphus en hoe heet dat wijf? Wat is er? Hey. Ik kwam wat brieven terugbrengen die me in het huis van mijn vader vonden. Hoe gaat het met je? Woont u hier of is het alleen een werkruimte? Ruzie met uw vrouw? Ik wist helemaal niet dat hij en u elkaar brieven schreven. Vlak voor hij doodging zei hij zelfs dat ik dacht dat u misschien blij was met het ongeluk. Zodat u hem niet hoefde te ontslaan. Is dat waar? Om te beginnen vroeg ik hoe het met je ging. En ten tweede is je vader heel erg aanwezig in deze film. Dus, hoe gaat het met je? Geen flauw idee. Moet je aan mijn moeder vragen, stomme. Waarom projecteert hij beelden van de oorlog op de muur? Ik zit me af te vragen of je de zinloosheid van de concentratiekampen kunt evenaren.
Dat antwoord kun je toch wel raden? Wat doet u met een geweer? Dat is geen geweer, dat is een buks. Wat doet u met een buks? Duiven doodschieten. Ik haat duiven, dat irritante gekoer. Mag ik wat vragen? Vindt u mij raar? Raar? Tuurlijk. Tuurlijk ben je raar. Hoezo? Ziet u iets aan mij? Nee, alle mensen zijn raar, meisje. Wen er maar aan. Mensen zijn raar. De tijden zijn vreemd. Ik heb alle brieven gelezen die u aan mijn vader stuurde. Ik heb geen idee wat ik toen allemaal geschreven heb. Nou, wees maar blij. Waar gaat die film eigenlijk over waar mijn vader zogenaamd in aanwezig is? Over mensen die elke dag hetzelfde doen, zonder dat het ergens toe leidt. Maar het wordt een heel grappige film. En zo klinkt het anders niet. Ik kom nog wel eens langs. Mensen, komen bij. Kom even zitten. Komt in orde. Leuke grap, meneer Runner. Hoezo heb je het niet gewoon gezegd? Hé? Hey? Die vrouw speelt nota bene de hoofdrol. Ze zit daar. Ik sta volkomen verpaal. Dankjewel. Het kunstenaarschap is een ziekte. Laten we dat voorop stellen. Film, zei een illustere voorganger, is de leugen in 24 beelden per seconde. Maar wie na ons succes van 8 jaar geleden had voorspeld dat Boy Talma een lichtvoetige film zou maken, was door iedereen voor gek verklaard. Twee, onze jongste actrice, zal oude tijden doen herleven en onze film inwijden. Vee heeft bijzondere gaven. Net als bij de onbevlekte ontvangenis is melk hier vooral een symbool. Daarom zal ik de productie van Sisyphus at Work inleiden met de melk van mijn vruchtbaarheid. En dit zijn de nieuwe ogen van Boy Talma, waarmee hij zijn film gaat maken. Jullie vinden het vast niet erg als ik die later in doe. Mijn gedachten zijn vooral bij mijn trouwe regieassistent Alexander, waarmee ik 15 jaar gewerkt heb en die er nu niet meer bij kan zijn. Daarom hef ik graag het glas op Alexander. En? Hoe was de uitslag van het onderzoek? Ah, ja, prima. Helemaal goed. Ja. Niets aan de hand. Fantastisch. Ja. Zelda, waarom wilde je in godsnaam hier afspreken? Zomaar, ik wilde je zien. Deze plek zegt je niks. Zelda, waarom moest ik naar hier komen? Ik
heb besloten dat de bedenktijd voorbij is. Ik doe mee aan je film. Ik zal het met overgave doen. Ik zal de sterren van de hemel zingen. Maar daarna is het echt afgelopen. Zie ik dat nu goed? Heb jij een paar grijze haartjes? En nog iets. Ik heb iemand leren kennen. Jij weet heel goed dat die man geen leven gaat hebben zolang ik er ben. Weet je dat ik altijd mijn impulsen heb onderdrukt? Ik wilde onverschillig lijken, zodat je me aantrekkelijk zou vinden. En ik wilde voor je zorgen. Dag en nacht voor je zorgen. Als ik dat gedaan had, dan was ik er aan onderdoor gegaan. Dan had je nooit meer iets anders gewild. Weet jij wat geluk is? Nee. Vrees van niet, nee. Wie het eind van zijn leven haalt zonder lichamelijke en geestelijke shit, die heeft het gelukkigste lot uit de loterij gehad. En genot? Seks dan? De onwelkome gast in ons huis? Als je verstandig bent, Boytalma, ga je niet op zoek naar genot, maar naar de afwezigheid van pijn. Ik weet echt niet waar deze plek je aan doet denken. Lieverd, ik heb echt geen idee. Kom, doe even je best. Je herinnert je vast. Zelda, ik ben hier nooit geweest, goed? Hier reden we naartoe, nadat we voor het eerst met elkaar hadden geslapen. Daar ontbeten we en hier deed je een steigerend paard na en zei je met de hand op je hart dat als je deze dag ooit zou vergeten, ik je zonder boete, zonder doodstraf mocht verlaten. Ik hou niet meer van je. Ik ben je uit het oog verloren, maar ik herinner me dat ik je laatste film heel ontroerend vond. Wil je met iets nieuws bezig? Ik heb 5 jaar niks gedaan. Ik haat films, vooral de mijne. Ik beschouw mezelf als een mislukking. Elke keer als ik aan een nieuwe film begin, ben ik bang dat mensen zullen beseffen dat ik een oplichter ben. Dat ik niks kan. Jij deed dingen die ik niet durfde. Jij leende geld van vrienden en betaalde ze niet terug. Jij durfde je lichaam uit te putten. Jij durfde uit een museum een schilderij te stelen als protest. Het gevaar van eigen leven. Jij durfde vrouwen te verlaten. Als ik aan jou denk, dan was je te ambitieus. Je zocht zonder het te willen naar bevestiging, naar applaus. Je moet nooit iets doen om complimenten te krijgen. Je moet alleen iets willen doen zonder er iets voor terug te verlangen.
Niets is zo bevrijdend dat een leven in geleende tijd. Ik had iedereen aanraden. Ik geloof alleen nog in water. Marie, schattenbout. Ze willen nog een foto van jou hebben. Die Kelly die neemt jou mee. Nu weggaan. Kom zo terug. Boy, Tom. Wat krijgen we nou? Ben jij het echt? Ik herken je niet. Hoe is het mogelijk? Is wat mogelijk? Ik zie jou en ik denk... Wat doe jij hier? Ik ken Marien van vroeger. Gaan we iets drinken? Of wil je net als vroeger via de achterdeur even weglippen? Optimisme was nooit je sterkste kant. Hè, Ivert? Je hebt helemaal gelijk. Het leven is zinloos. Maar shamanisme is echt geweldig. Sinds een tijdje propageer ik de oneindige mogelijkheden van de vagina. Jonathan is 20 jaar jonger dan ik en hij eist seksueel nogal wat van mij. Soms loop ik de hele dag met een marmeren ei in mijn kus om mijn spieren te trainen en orgasme te stimuleren. Wat is de invloed van de maan op onze cyclus? Die dingen zijn zo fascinerend. Ik word zo geil als boter als ik hem een andere vrouw zie neuken. Snap je dat? Nee, dat snap jij niet, hè? Weet je dat ik vroeger heel lang verliefd op jou ben geweest? Dat heb ik je nooit durven vertellen. Maar jij gaf geen sjoegen. En je liet me lijden met je onverschilligheid. Nou weet je het. Ik denk de laatste tijd ook heel vaak aan de onbegrijpelijke dingen die ik gedaan heb in mijn leven. Zoals wat, dichtertje. Nee. Jij eerst. Simon en ik waren al 19 jaar samen toen hij ziek werd. We wisten dat het einde met ondraaglijke pijnen gepaard zou gaan. En in overleg met onze arts besloten we het met een drankje in eigen hand te houden. We hadden voor die bewuste avond alle intieme vrienden en familieleden uitgenodigd. En een week voor die geplande datum kreeg ik het beroemde drankje met de post uit Zwitserland. Pentobarbital. Het is alsof je een moordwapen in de brievenbus vindt. De avond voordat we het zouden doen, vroeg Simon plotseling of hij het drankje mocht zien. En toen zei ik, maar twijfel je liever, want als je twijfelt, nee, dan moeten we het niet doen. Nee, zei hij. En hij schudde met zijn hoofd. Hij wilde het gewoon alleen zien. De volgende avond, een uur voordat iedereen zou komen, deed ik het drankje in een glas wijn. Zonder dat hij het wist, zodat het niet zo'n enorm beladen en dramatisch moment zou zijn. Ik nam zelf op een glas en samen toosten op het bijzondere leven dat we hadden gehad. Op ons laatste moment, samen. Drink liever, zei ik. Wij dronken het helemaal op. En toen ineens, van het een op het andere moment, raakte hij totaal in paniek. Hij zwaaide met zijn armen boven zijn hoofd en zei, ik wil het uitstellen. Waar is dat spul, waar is dat drukje, waar is dat gif? Toen zei ik, dat heb ik je net gegeven, liever. In de wijn die je dronk. Toen ik 24 was, heb ik een vrouw ontmoet. Op kerstavond. Zij was alleen. Ik was alleen.
En we brachten samen de avond door. Het was heel, heel bijzonder. En we gingen met elkaar naar bed en ik was diep, diep onder de indruk geraakt van haar. Zoals fotograaf, ze heeft nog een foto van me genomen toen we wakker werden en voor ze wegging naar huis. En toen heeft ze niets meer van zich laten horen. Ik heb haar gezocht, ik heb haar proberen op te sporen, maar zonder resultaat. Tot ze 2 maanden later zelf contact met me opnam om me te vertellen dat ze zwanger was. En toen heb ik nooit meer iets van mij laten horen. Neem je me in de maling, dat is die foto. Waar haal je dit vandaan? Ik zweer het je. Ligt hier. Op de bodem van de boot. So long, here I am, sitting all alone. My solitude is that I'll never die. I am fed up with being strong. Kisses don't resuscitate, but bring eternal of faith. So here I am, sitting all alone. They say that there's a woman, and she has my thought no one was safe for you. But Sisyphus had you fooled and undid your wish come true. You've got one last chance and watch out for his tricks. You bring him into trance and hand him over to the Styx. I speak of life while killing a man. I still have a bone to pick with him. All in the end will be part of my clan. It's easy when you deal with me. We'll always meet again. They say that there's a woman and she niks. Ik ben 3 minuten gelukkig.
Daar probeer ik me doorheen te worstelen. Er staat een verhaal in over een man die de hele tijd op de vlucht is voor de dood. Maar iedere keer lukt het hem om die bitch kwijt te raken. Is de dood van vrouw? Luister. Op een dag dan staat hij niet vermoedend op straat en dan staat ze ineens weer voor zijn neus. Maar hij denkt, nee, het is mijn tijd nog helemaal niet. Dus hij springt in de auto en vlucht naar Spanje. Maar dan ergens bij Montpellier in de buurt, snikheet, wilde even een colaatje gaan kopen, stapt uit zijn auto en wordt hij geschept door een auto met 140 km per uur. Begrijp jij dat? Wat doe je? Waar kijk je naar? Die foto. Wie is dat? Dat is mijn vader. Die klootzak heeft ons laten zitten toen mijn moeder zwanger van mij was. Volgens mij heeft ze die foto gemaakt na de enige keer dat ze met elkaar naar bed zijn geweest. Toen hij hoorde dat ze zwanger was. Toen heeft hij nooit meer iets van zich laten horen en heeft geen cent naar ons opgestuurd. Nou. Kom je terug in bed? Iets wat ik liefde noem, Boy Talma. Maar weet jij hoe moe ik s'avonds ben? S'avonds ben ik kapot. Iemand moet het een keer tegen je zeggen. Jouw werk is een vrijbrief om onuitstaanbaar te zijn. Ik heb genoeg gehuild. Nu is het jouw beurt. Jij gehuild? Jezus, laat me niet lachen, man. Wat? Zeg het dan. Zeg. Je mag alles tegen me zeggen. Och, toen ben ik een rund geweest, zeg. Ik had met 10 mannen naar bed gekund en ik deed het niet om ons huwelijk te redden. Ik met evenveel vrouwen, lieverd. Jij wat met evenveel vrouwen? Neuken? Je hebt mij wel gehoord. Nee, zeg eens. Met wie? Wat? Met wie had jij allemaal kunnen neuken? Nee, zeg het nou. Ik ben er gewoon echt reuze benieuwd naar. Niemand. Ach. Heeft iemand je ooit gezegd hoe middelmatig je bent? Hè? Ik ga douchen. Kom. Nu herinner ik me weer dat mijn vader me altijd meenam naar deze studio toen ik 6 was. En wat brengt u hier? Bevallige jonkvrouw. En wat denk je? Ik kom je toch halen? We gaan spijbelen. Uw wens is mijn bevel.
dansers zijn geweldig, vindt u niet? Dansers hebben een linkervoet en een rechtervoet. Een van de twee moet de eerste pas zetten, dus zo moeilijk kan het niet zijn. Sorry? De dansers. Ik betwijfel of we ze nodig hebben. Maar ze zijn al 2 weken aan het repeteren. Ik zei ook, ik betwijfel. 2 woorden, 4 lettergrepen. Ik betwijfel. Check. Copy that. Dan heb ik nog wat. De man in scène 25 is homoseksueel, maar in scène 49 heeft hij een dochter. Andere vraag. Blijft de scherpschutter op het eind erin? De laatste vraag. In het scenario staat... Gina. Wat doe je? Niks. Jawel, je doet wel wat. Je bent aan het denken. Denken, denken, denken. Daar gaan we dus mee stoppen, oké? Okay? Goed. Wat als we nooit meer teruggaan? Teruggaan naar waar? Ik naar mijn moeder en naar school. En jij naar je film. Zou je het erg vinden? Modder is heel goed voor je huid. Een bank overvallen? Kom op, we gaan een bank overvallen. Shit! Politie! Sofa, and I would sit near. I wish you were in my car, dear. I wish you were near. I would sit next to you, and you'd shift the gear. Oké, waar zijn we op weg naartoe? Weg naar nergens. Dan moet ik dezelfde kant op. Heb jij wel eens iemand willen doodmaken? Kannibaal is toch iemand die mensenvlees eet? Ik zou wel eens voor een middagje kannibaal willen zijn en dan gewoon puur om iemand uit te kunnen kotsen. De vriend van mijn moeder bijvoorbeeld. Waarom zijn dingen zinloos? Dat ze verder gaan. Zinloze dingen gaan altijd verder. Is neuken ook zinloos? Hey, hallo. Wat een taal voor een 13-jarige. Ja, elke keer neuken, dat is toch ook gewoon de hele tijd hetzelfde doen? Wil je niet weten of ik al een keer seks heb gehad? Nee, dat wil ik niet weten, nee. Ik heb gehoord dat mannen de tel bijhouden hoe vaak ze seks hebben gehad. Doe jij dat ook? Ander onderwerp. Steek jou nou weer een sigaret op? Meisje van 13. Ik ben geen meisje, ik ben een mens. Daklozen. Ik haat daklozen. Oké, geheimen. Wat geheimen? Een geheim dat je nog nooit aan iemand hebt verteld. Jij eerst. You are so beautiful, you know that. You are so dangerous, I know that. We are finally here, we know that. You are so dangerous, you know that. You are so beautiful, I know that. We are dangerous, we know that. Shit.
Have you seen my daughter? Hot stuff? Green dress? Pray for dirty minds? Rings a bell? Green dress? Hot stuff? No, doesn't ring a bell. I'm gonna die soon. I'll put a coin under your tongue so you have enough to cross the sticks. You won't escape me this time. Come on, take. My hand and stay with me. Klootzak. Het woord gebruikte je 2 weken geleden ook. Toen we naar mijn foto keken. Weet je wat wij gedaan hebben? Weet je dat? Volgens mij weet je het niet. Je hebt mijn moeder laten zitten toen ze zwanger van mij was. En toen heb je met je eigen dochter geneukt. Hoor je dat? Hoor je mij? Ik ben je dochter! Hoe ga je dit goedmaken? Heb je daar wel eens over nagedacht? Is het eigenlijk tot je doorgedrongen? Zeg wat! Dus hier brengt meneer zijn tijd door. En wat doe je hier dan zoal? Hé? Pap? Papa? Ik doe het boete. Meneer doet boete. Een boete waarvoor? Voor wat ik gedaan heb. Voor alles wat ik gedaan heb. Hoi. My love,
my love. I once said our love wasn't meant for eternity. My love, my love. But now I know it won't die, but keep on living in posterity. I confess I was a bee, craving for honey. Someone said I was insane, but you drove me crazy and left me behind in pain. My love, my not a black spot on the wall. All we can do is just waiting for the call. I'm just going, I'm going, I'm gone. Gaat het? Gaat het? Het is oké. Wil je wat drinken? Vind je het dan goed om te beginnen? Meneer Thoma, wanneer heeft u uw vrouw voor het laatst gezien? Mijn vrouw en ik zijn tijdelijk uit elkaar. Ik werk aan de voorbereidingen van een film. Films? Interessant. Dat zijn dol op films. En u bent wat? Producent? Schrijver, regisseur, cameraman? U gaat me toch niet vertellen dat ik een verdachte ben? Meneer Thoma. Als u wist wat we meemaken, dan kan zelfs mijn eigen moeder de verdachte zijn. Laatste keer. Heeft u uw vrouw gedood? Ik weet het niet. Enig idee waarom deze dingen gebeuren? Stop alsjeblieft, stop. Stop. De producent vraagt of de ondervragingsscène niet te bloederig wordt. Dat meisje, hoe heet ze? Vee? De minnares van Sisyphus? Die ja. Vee Goldstein. Ze heeft moeite met de naaktscènes, zegt ze. Ze is bang voor haar vriendje. Die dreigt het uit te maken als ze naaktscènes doet. Onthoud wat ik zeg. Schrijf op. Ja. Als puntje bij paaltje komt, vinden alle acteurs en actrices naaktscènes opwindend. Mm-hmm. Al beweren ze het tegendeel. En ook al is het niet waar, we schrappen haar op. Onthoud. Naaktscènes. Opwindend. Wat? Moet ik haar rol schrappen? Cocaïne kunnen we niet hebben. Cocaïne niet hebben? Geef haar 2 weken extra honorarium. Maar u kunt niet zomaar een jonge vrouw ontslaan die zich heeft ingezet voor uw film. Ze heeft notabene de camera ingezegend. Vroeg ik jou wat? Eerst heeft ze seks met de hoofdpersoon en dan gooit u haar eruit. Dat is hetzelfde als doorrijden naar een ongeluk. Dat is gewoon laf.
wish someone could read the story of my life. I wished someone could take away the fears of my everyday strife. I wish there was someone with whom I grew old, someone that would come through that door, take away the cold. Ja, hallo. Moet je niet op school zitten? Waarom neem je niet op als ik bel? Zit je weer te niksen? Wordt echt niks met die film voor jou, hè? Virginia, het is niet goed als je niet naar school gaat. Waar ben je ergens? Ik wil wraak nemen op de heilige klootzakken die mijn vader hebben vermoord. Virginia, zoiets moet je overlaten aan de politie. Ik snap er echt helemaal niks meer van. Je zegt altijd dat als er een pistool in een stuk voorkomt, dat je het dan moet gebruiken. Gaan we nog iets doen? Zoals? Wat is er? Chagrijnig? Er is niks. Meisjes met een ochtendhumeur zijn ontevreden meisjes. Misschien ben ik wel geen meisje, weet jij veel. En obstinaat, daar was ik er nog vergeten bij zeggen. Ontevreden en obstinaat. Moet jij je niet focussen op je film die je aan het maken bent? In plaats van mij de les te lezen? Lieve Virginia, deze reis is mijn mooiste film. Mag ik vragen wat we hier doen? Mag ik vragen waar we zijn? In dat huis daar ginds. Daar ben ik opgegroeid. Gaat het wel goed met je? Shh, stil. Waarom moeten we stil zijn? Ik hoor muziek. Piano's. Ik hoor helemaal niks. Je maakt me bang. Waar ga je heen? Wacht hier, ik moet iets doen. Hier blijven, niet weggaan. Maar waar ga je naartoe? Ik kom zo meteen terug. Beloof me dat je hier blijft. Jammer. Ja,
had wel wat eerder mogen komen. Ik leef hier een eeuwigheid. Ik lig hier godverdomme te marineren. Mijn herinneringen. Geuren. Vroeger. Geur van jouw jongenslijfje. Geur van waterlelies. Corvée de piano's. Zie jij ze ook? Nee. Ik zie niks. Ik moet pissen, jongen. Ik moet ieder half uur pissen. Haat je mij? Ja. Zou je mij doden als je terugkomt in de tijd? Ja. Voor de conceptie of na de conceptie? Ervoor. Je weet dat je dan ook je eigen bestaan overbodig zou maken. Nou ja, doordenkertjes is nooit jouw sterkste punt geweest. Ik ben klaar. Je denkt toch niet dat ik je kont ga afvegen? Wat is dat voor beroep wat jij hebt? Dat is toch helemaal geen beroep? Je broer had tenminste een fatsoenlijk beroep voordat hij vlam vatte. Wil je iets zeggen? Wat? Ik versta je niet. Ik vind het moeilijk. Ja, maar ik versta je wel niet. Ja, ik vind het moeilijk. Stijn. Rot op. Waar was je in godsnaam? Ik sta hier doodsangst uit. Ik sta hier al, ik weet niet hoe lang te wachten. Iemand had me wel kunnen aanranden of zo. Niemand randt jou aan, Virginia. Wat wil je daarmee zeggen? Moet ik het herhalen? Niemand doet jou iets aan. Alsof de vrouwen achter jou aanlopen. Er liep hier een hele enge jongen. Ik was bang, ja? Ja, dat was mijn broer. En die is dood. Die doet geen vlieg kwaad. Stap in. Als er iets met me was gebeurd, was het jouw schuld geweest. Herinneringen zijn het mooiste wat het is, maar ze kunnen je ook van binnen uit elkaar scheuren. Thank you.
Zie man in te goed kwel nu voor tien. Wat? Hallo? Is er iemand? Wie is daar? Wat aarde? Wat doe je in te bra? Ik zie niks. Wie praat er? Wie, waar ben je? Je stoor hier. Je vroeg er een ding God. Waar de huik? Ik werd beroerd in de auto en ik dacht dat ik onderuit zou gaan. Waar ben ik hier ergens? Du har inte den första som hamnar här. Så jag hade inte trott det. Har du någon aning om varför du är här? Ik ben gestopt omdat ik geen adem kreeg. Omdat ik moest overgeven. Ja, om du frågar mig så söker du rening. Vet du vad det är? Rening. Det är frånkoppling. Det är att ge upp allt. Du är förresten den första i 10 års tid. De eerste van wat? Som kan prata med oss. Ja, oh, en dat is dan maar meteen iemand die op zoek gaat naar loutering. Var du ensam som barn? Zullen we het over iets anders hebben? Ik hou niet van interviews. Du söker något samtidigt som du gör ditt bästa för att inte hitta det du söker. Så att du kan fortsätta att vara ett missförstått geni. Vet du vad jag tror? Jag tror inte att du har tillräckligt mycket skitstöv för att bli riktigt framgångsrik. Och den där bilen förresten, bakom dig. Den där amerikaneren. Ja, vad är det med? Tja, bakom det här hjulet har jag en snygg Volvo 240 stående. 80 000 kilometer. Sta je mij hier nou een auto aan te smeren? Voor trepapa en din. Hey. Hey, jij praat met mij. You really thought you could escape me. You really thought that death could die. Really thought you could escape me. You really thought that I could die. There are loves that kill, full of hatred and lie. But the loves that kill will never die. Loves that kill, full of hatred and lie. But the loves that kill will never die. I'm so sorry. I am fully aware how inappropriate my looks are. How dare you appear in such a state in front of me? Wouldn't it be funny if you would just let me go back to the life and my love? The only thing we would have to do is take away her immortality. Thank you.
Uw dochter? Ja, dochter. Klopt, helemaal. Ik heb een paspoort nodig. Dank u. Fijne avond. Waar dat mannen altijd masturberen. Kun je iets zachter, alsjeblieft, niet zo hard. Is het waar? Wat is wat waar? Dat weet je best, ik heb het net gezegd. Vrouwen menstrueren, mannen masturberen. Oké, wat zou je het meeste missen als je morgen dood zou gaan? Ik bepaalde muziek niet meer zou kunnen horen. Zoals? Summertime van Albert Ayler, bijvoorbeeld. Of Bach. Ken je Bach? Wenn ich einmal so scheide. Na, 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 na. Wat betekent dat? Dat je wilt dat er iemand bij is die je hand vasthoudt als je doodgaat. Waarom zeg je dat? Ik denk dat zelfs het gelukkigste leven ongelukkig eindigt. Dat denk ik. Dat klinkt als het stomste wat ik ooit gehoord heb. Waarom zeg je dat? Ik heb de laatste tijd heel vaak diezelfde droom. Dat er een groot feest voor me wordt gegeven.
speciaal voor mij. En er is muziek, er wordt gedanst. Al mijn goede vrienden zijn er. En er worden toespraken gegeven en ik dans met de vrouw waar ik het meest van hou. En dan zegt iemand dat het feest afgelopen is. En ik zeg, wat? Nu al? En iedereen zegt, ja, helaas, wij moeten gaan. En dan zie ik dat iedereen weggaat. En ik wil met ze meegaan. En ik ga met ze mee tot aan het hek. En dan zegt de vrouw waar ik het meest van hou, dat ze moet gaan. En ik zeg, ik ga met je mee. En dan zegt zij, nee, lieverd, jij moet blijven. En dan gaat iedereen weg. En ben ik de enige die moet blijven. Ziek was. Oké. Zijn we nerveus? Hij gaat sinds het ongeluk elke dag naar de kerk. Hoe weet je dat? Virginia heeft haar huiswerk gedaan. Ben je bang? Gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventrus tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Wat doet u hier? Wij komen voor meneer Koens. U heeft het recht niet deze tuin te betreden. Laat deze man met rust. Hij bidt iedere dag. Nee, komt u niet dichterbij. Komt niet dichterbij. Zeg mij na. Hoe denk ik ooit? Hoe denk ik ooit? Goed te maken. Goed te maken. Wat ik heb gedaan. Wat ik heb gedaan. Ik ben een stakker. Ik ben een stakker. Een slecht mens. Een slecht mens. En ik ga naar de hel. En ik ga naar de hel. Ik zal er voor altijd branden. En daarvoor altijd branden. Zal daarvoor altijd branden. Zal daarvoor altijd branden. Weet je wat je hebt gedaan? Heb je erover nagedacht? Denk je dat er ergens genade op je zit te wachten? Ik denk het niet. Ik heb schuld bekend. Ik doe elke dag boete. De priester zegt het. Ik bid 7 keer per dag. Nee, schieten. Ik ben niet schieten. Nee, schieten. I told you once. My punishment would taste like bitter ginger.
So now, my friend, what you have to do is bring up this cute little boulder and pray it ain't too heavy for your shoulder. And if you manage to get it up, you'll become immortal and win Aegina back. Is this a joke? No, seriously, is this a joke? Bring it on! Even if eternal suffering is what I have to endure, a dark eternity, no loving, the deepest wound without a cure. Hoe voel je? Fysiek? Mentaal? Ik weet niet. Volgens de een oké, volgens een ander verschilt het per dag. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar jij bent records aan het breken. Records? Records, ja. En kan ik daar geld mee verdienen? Ik en mijn collega's hebben niet eerder meegemaakt dat een man die een paar maanden geleden nog ten dode was opgeschreven, nu clean is. Maar ik bedoel, gewoon echt helemaal schoon. Maar heb jij gezeten? Waar heb je dat geheime medicijn vandaan gehaald? Wat heb je geslikt? Zie jij hem ook? En wat denk jij, is het een mannetje of een vrouwtje? Jij en Zelda, alles oké? Ja. Beter dan ooit. Ik ben blij voor je, Talma. Meestal sta ik hier een paar maanden na de eerste diagnose te stotteren. Hoe ik het laatste oordeel moet brengen. Nu kan ik voor één keer zeggen, ga vooral door met je leven.
Het kunstenaarschap is een ziekte. Maar wie na ons succes van 8 jaar geleden had voorspeld dat Boy Talma een lichtvoetige film zou maken, was door iedereen voor gek verklaard. Film, zei een illustere voorganger, is de leugen in 24 beelden per seconde. Film, zei iemand anders, is de dood in 24 beelden per seconde. Ik moet zo ook gaan. Maar we gaan samen. Nee. Je moet blijven, lieverd. Weet je de dagen van de week? Elke dag ben je geboren.
I wish you were here, dear. I wish you were here. You'd sit on my sofa, but I would sit near. I wish you were in my car, dear. I wish you were here. I'd sit next to you, and you shift the gear, and you shift the gear.